Aschot was een fantastisch schrijver omdat hij verhalen schreef die een eeuw later nog steeds grappig zijn en nog steeds heel erg actueel. Zijn personages zijn eigenlijk nooit aardig, het zijn verschrikkelijke mannen, maar vooral heel onsympathiek en die zich bezighouden met pootje lichten, met mensen uitknijpen en met wraak nemen op hun vijanden tot over hun dood toe. En dat doen ze ook nog eens op een ontzettend humoristische manier. De Verlossing is een verhaal over een verschrikkelijke man die zijn vrouw slaat en die een hekel heeft aan de pastoor in het dorp waar hij woont. En het is ontzettend herkenbaar voor iedereen die van het platteland komt of die zelf ooit boodschappen heeft gedaan bij de plaatselijke buurtsuper. Hoofdpersonage Paul van Domburg is echt een hele nare man die een hekel heeft aan zijn vrouw, aan zijn kinderen, aan het dorp waar hij woont, aan zijn eigen winkel, aan zijn klanten, maar vooral aan meneer pastoor. En als een echte slechterik probeert hij eigenlijk zijn hele leven lang iedereen het leven zuur te maken en hij vergeet en vergeeft niemand en helemaal niks. Toen hij een paar jaar getrouwd was, verliet hij de stad en kwam zich te Groendal vestigen, waar hij Pol gedoopt werd. Zonder meer, omdat hij nummer 1 was van een nieuw geslacht. Hij heette wel Leopold van Domburg, maar familienamen waren te Groendal in onbruik geraakt en het oudste lid van ieder gezin werd daar alleen bij zijn verkorte voornaam genoemd. Heeft Jan een zoon die Joseph heet, dan staat hij bekend als chef van Jan. En wordt chef vader voor Jan dood is, dan heet het kleinkind Louis van chef van Jan. De dochter van Louis wordt Marie van Louis van chef van Jan. Gaat de stamvader dood, dan wordt hij niet alleen ter aarde besteld, doch tevens worden de namen van al zijn nakomelingen van de zijne gezuiverd. Chef van Jan wordt gewoon chef, Louis van chef van Jan wordt Louis van chef en Marie van Louis van chef van Jan wordt Marie van Louis van chef. De manier waarop mensen met elkaar omgaan, de manier waarop ze praten, wat ze in de winkel bestellen, het is allemaal net alsof je opeens weer thuis bent in het dorp van je ouders. En Paul van Domburg heeft een heel speciaal klein heet hoekje in zijn persoonlijke hel gereserveerd voor meneer de pastoor, want die moet vooral niet denken dat hij zich met andermans zaakjes mag bemoeien.